Hoi, Sean hier, je biedenweef van vandaag. Beetje anders dan normaal, maar ik zit achter op de trekker en we gaan een safari op, dus ik ben benieuwd. Misschien een beetje een andere plek dan waar we normaal beginnen, maar wij zitten hier achterop en we zijn op de safari en hebben hier een nieuwe opdracht. Zou jij maar op willen maken? Ja hoor. Kun je tellen hoeveel zebra's op de savannevlakte lopen? Je mag er maar één naast zitten. Maar één? Oké, even kijken, want we zitten nu wel mooi op een centrale plek, dus ik kan heel veel zien. Maar ja, zebra's zijn dieren, dus die lopen ook. Dus daar moeten we nog even kijken. Het is natuurlijk een heel groot verblijf hier, savanne, met alle dieren gemixt. Dus we hebben zebra's, we hebben giraffes, neushoorns. En dat is natuurlijk wel eventjes zoeken dat we alleen de zebra kunnen. Oké. Ja, je ziet al een beetje een voordeel. Als je daar kijkt, en daar een clubje erachter. Ja. Je hebt hier een clubje bij staan en achter ons lopen ook nog een clubje. Oh ja, dus ze blijven wel erg bij elkaar. Het zijn echt harems. En je ziet altijd een hengst met zijn merries en de jongen ervan. Dus dat maakt het wel makkelijk. En je zoekt eigenlijk, op dit moment hebben we eigenlijk vier clubjes, maar er is eentje daar een beetje samengesmolten. Dus je zoekt eigenlijk drie groepjes van zebra's. Dus dat is wel makkelijk. Ja, even kijken. Dan begin ik bij dat groepje erachter. Zie je daar eentje? Ja, helemaal achter, scholen achter de boom, daar zo. Dat is één. Dan heb je daar het groepje. 2, 3, 4, 5. Volgens mij. Die streven helemaal aan het samensmelten. Dan hiervoor. 6, 7, 8. Dan heb je hier 1, 9. Ik heb 8 moeten kijken. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, het is wel gelukt dat ze net allemaal hier dichtbij zijn. Ja, dat is wel fijn. Want als ze helemaal achteraan stonden, dan kon ik het helemaal niet zien. Want het... Dat het heel lastig is met de strepen. Misschien moet je maar... Ja. Een keer heel goed weer naar de groep gaan. Even kijken. Probeer maar anders de koppen te tellen. Ja, dan dat weet ga je ik zeker wel doen. Dat je een individu hebt. Ja. Dus kijk daar maar een beetje naar. Kijk. Neem gewoon geduld dat ze een beetje rondlopen misschien. Even zien. Blijf lastig op zo'n afstand. Ja, zeker net omdat die strepen. Ik ga even kijken, want daar zie ik dan een hoop. 1. Oeh, ze staan zo dicht bij elkaar. Dat is lastig. Ja, het wordt wel helemaal lastig als je echt individueel uit elkaar wil gaan halen. Want elke zebra heeft natuurlijk zijn eigen strepenpatroon. Ja. En ze hebben altijd een punt waar je dan kunt kijken en waar een zebra uniek in is. Mm. En dan kun je ze allemaal uit elkaar halen. Maar voor nu is het makkelijk om het gewoon als één groep te tellen natuurlijk. Maar voordat je ze allemaal uit elkaar kent, ben je wel een tijd verder. Ja, even kijken. Ik zie nu 1. Dan zie ik daar 2, 3, 4, 5, 6 volgens mij. Daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik tel ook 6 koppen daar. Ja, oké, dan klopt het. Heb je nu 1 meer als net. Hè? Ja, ik dacht dus al. Het werkt wel wat meer als je naar 1 dingetje kijkt. Ja, daar moet je op focussen inderdaad. Een groep. Dus daar heb je nu 6. Hmm. En die groep die hier zat, die was wat makkelijker natuurlijk, die was wat kleiner. En die loopt nu daar even kijken. Deze kant een beetje uitlopen. Daar achter de giraf lopen er een aantal. Nou, en daar kan je haast niet in hebben gemist. Oké. 1, 2, 3. En heb je nog één achter de boom? Volgens mij niet. Wel. Oh, daar is er nog één. 4. Dat is gek. 1, 2, 3, 4 zijn er daar. Dus nu hebben we er al 10 in totaal hier. Dan naar de andere kant. Dat is een makkie. Dat zit zo makkelijk voor je daar. Kijken. Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klopt dat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volgens mij, ja. We hebben al bij elkaar 16 stuks ja. nu. 16. Even kijken, zouden er nog meer verscholen zitten? Dat omdat er 4 groepen waren, maar er eentje samensmolt. Dus we hebben gezien dat het echt 3 clubjes zijn. Ja. Allemaal verdeeld op een eigen stukje een beetje. Dus ze mengen niet, wel bij elkaar. Je ziet vaak dat de hengsten dan onderling elkaar opzoeken en die testen elkaar zeg maar, tussen de groepen in. Ja. En meestal blijven die merries en veulens een beetje echt bij het clubje zelf, bij de harem. Dus je hebt ze nooit helemaal door elkaar gemixt. Okay. Dat is wel makkelijker. Ja. Dus nu weet je dus ook, van ik heb 3 clubjes gehad, dus ik heb ze allemaal gezien. Ja. Dat is wel heel handig inderdaad. Het kan niet zijn dat er daar helemaal achterin nog eentje staat. Dus dan weet je zeker dat je ze achter gekeken. Hallo. Ook een nieuwsgierig. Ja. Nou ja, dan denk ik inderdaad dat ze wel moeten zijn. Ze zijn er de 16? Ja, dat klopt. Oké, top. Stuks, dus je hebt het helemaal goed. Ja. En je mag er 1 na zitten, dus je hebt het punt dubbel en dwars verdiend. Yes. Nou, dat is helemaal goed. Ja, maar ik moet wel zeggen, is het ook een beetje hun tactiek dat ze zo bij elkaar gaan staan dat je niet zo goed kan zien hoeveel er zijn? Heeft dat iets te maken met het overleven? Ze zeggen wel, maar het is wel moeilijk om te weer of het waar of zo. Ja. Want ze hadden altijd een theorie dat die zwart-witte strepen die ze hebben, dat als je een club hebt, dat een roofdier niet een individu eruit kan halen. Ja. En roofdier jagen meestal op de zwakste dier. Maar ja, als je gewoon 1 massa ziet, dan kan je er niet 1 uitkiezen. Nee, precies. Maar
of dat nou echt waar is, dat is een vraag. Want we doen al heel vaak onderzoeken naar van waarom hebben ze die strepen. En laatst wat eruit gekomen is, is vanwege warmtecirculatie. Aan de andere kant, als je in een clubje zit, dan is altijd veiligheid een aantal. Er wordt altijd eentje gepakt en blijft de rest leven. Daarom zie je ook altijd dat dit soort dieren een grote groepen leven. Net zoals scholen, vissen of de genoes zie je ook altijd in grote groepen. Ja. En dat geeft wel veiligheid. Dat zit er ook bij. Laten wij de vlakte weer. Ik zit er achterop trekken. Want we hebben alle zebra's gezien. Ik vind het toch nog steeds elke keer weer bijzonder hoor, om te zien. Tussen de dieren, echt. Ja, ik vond het heel erg leuk. Bedankt dat ik weer een keertje het water van had. Maar ik bedoel, voor jullie is het misschien weer wel een beetje normaal. Dus elke keer tussen mag, of is het nog steeds wel een beetje normaal? Het blijft leuk, maar het is wel zoals het dagelijks terugkomt natuurlijk. Ja, en het is natuurlijk ook je werk, dus dat is zeker. Ja. Ja, heel erg bedankt. En als je het een leuke video vond, kun je een duimpje omhoog hier doen. En als je wil abonneren op het kanaal, dan kan je nog veel meer leuke vlogs zien. En dan zie ik je volgende week weer met een nieuwe vlog. Dag!